toont zich eigenlijk cynisch. En af en toe heb je dan dat je ziet dat de ware Axel naar voren komt. Dus dat is wel interessant om te doen. Ja, dat vind ik leuk om uit te zoeken. Mijn vervloekte vader leeft weliswaar nog. Als je dat leven kunt noemen. Hij is bijna 90 en is nog helemaal helder in zijn ogen. Nee!